De Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden in Overheidsdienst, BBGO, heeft in verband met haar 35-jarig bestaan afgelopen dinsdag een zitbank gedoneerd aan de seniorengemeenschap van Lelydorp. De zitbank is geplaatst op het Koffie Djompoplein. Volgens Renate Wouden, voorzitter van de BBGO, heeft de organisatie dit gedaan omdat zij heeft gemerkt dat er weinig zitmogelijkheden zijn voor seniorenburgers, zowel in de stad als in Lelydorp. En we weten dus dat de Koffie Djompoplein nu een tweede stad aan het worden is. En dat er dus veel meer senioren gebruik maken van de faciliteiten die je hebt op Koffie Djompoplein. Maar wanneer ze dan zo hun boodschappen hebben gedaan, na een tijdje, willen ze toch wel ergens gaan zitten om even bij te komen, om dan door te gaan met hun boodschappen doen. En die mogelijkheid is nauwelijks aanwezig. Dus dat heeft gemaakt dat wij dan op het idee zijn gekomen om dus de eerste bank eigenlijk te schenken aan Koffie Djompoplein, want het is niet de laatste. Want we zijn dus dan van plan, we hebben al die afspraken gemaakt, om ook eentje te plaatsen bij de centrale markt. En we gaan ook eentje dus plaatsen in helemaal in Ikeri, omdat we dus ook leden hebben in Ikeri, krijgt Ikeri dus ook een zitbank van BBGO. Wouden zegt verder dat de zitbank met veel enthousiasme is verwelkomd door de doelgroep in Lelydorp. De mensen waren ontzettend blij en ik moet zeggen, petje af voor de DC van Wanica, want zij heeft ervoor gezorgd dat de locatie eigenlijk zo geschikt is. Daar lekker onder een amandelboom en het zodanig heeft geplaatst dat wanneer je zit, ik had ik fatu na strati. Weet je wel, dat vond ik geweldig van de DC om dus dat te doen. Dus dat als de mensen zitten, ze zitten om uit te rusten, maar ze beleven ook wel wat. Dat vond ik gewoon geweldig. Dus de locatie is gewoon fantastisch. En dat heeft natuurlijk ook gemaakt dat de mensen dus dubbel happy zijn met de bank. Renate Wouden, voorzitter van de Bond voor Belangenbehartiging, gepensioneerde in Overheidsdienst BBGO. De organisatie heeft afgelopen dinsdag een zitbank gedoneerd aan de senioren van Lelydorp. De bank is geplaatst op het Koffie Djompoplein. De Bond zal nog meer zitbanken voor haar doelgroep plaatsen in de stad en in verschillende districten.